demonstratie van de knoflookrasp. Ja, ik ben hier vast niet goed in. Ik heb het nog maar één keer gedaan, maar ik ga het gewoon proberen. Je pakt een teentje knoflook. En dan hou je hem vast tussen duim en wijsvinger, maar dat kan ik niet, dus whatever. En dan beweeg je hem op en neer. Of je kunt hem ook draaien, dat maakt niet uit. Net wat je prettig vindt. Dat moet je vanzelf uitvinden. Wees niet bang voor je nagels. Dat was ik wel. Maar vreemd genoeg maakt hij die niet kapot. Nou, als je aan het einde bent, moet je even een beetje drukken. En dat is het dan wel. Doe meteen even een tweede erbij. Mijn eerste ging dus echt verschrikkelijk slecht. Maar toen ik eenmaal het derde teentje had gedaan, toen had ik door hoe het moest. En toen werd het wat minder een smeerbol. Maar goed, met mijn kromme handjes heb je dat natuurlijk al gauw. Goed, ongeveer zoiets. Dan pak je het borsteltje. En dan doe je vanuit de buitenkant naar binnen drukken. Totdat het bolletje in het midden ligt. Wonder boven wonder, ik snap ook niet hoe dit werkt. Zit er dus nu helemaal niets meer aan knoflook in die randjes die je hier ziet waar je het aan raspt. En dan kun je hem om. Tadaa! Geraspt.